Ik kom uit een gezin met een moeder die bijna alles geloofde. Dus uit de hele breedte van... Dus het maakte niet uit of het nou Shinto was of het Hindoeïsme of waar ze was. Daar nam ze het onmiddellijk op. Zelf heb ik dat wat minder. Maar ongelovig zou ik mezelf niet noemen. Omdat ik bijvoorbeeld met mijn moeder, die 2 jaar geleden overleed, spreek dagelijks in mijn hoofd. Maar ja, dat is een soort dialoog die al maar voortgaat. Ik weet ook precies wat ze gaat zeggen. Ze praat terug. Ja, ik heb er 48 jaar meegemaakt, ja. Dus ik weet precies wat haar antwoorden zullen zijn. Maar ik spreek met haar alsof er een soort hiernamaals is. Na zo'n gesprek zou het me altijd heel armoedig voorkomen als het alleen maar een soort mentale projectie is.